dat is missies doen. Arthur. Ja, natuurlijk gaan we autosaving aanzetten, anders verliezen we dit straks nog. Dutch, Miss O'Shea. Well, feels like we are finally getting back on our feet. You find a buyer for them bonds we stole? Not yet, but Jose is working on it. When we heading west? Soon? I don't know. Feels like things have changed. The whole world's changed. But they don't want folk like us no more. We're being hunted. We are smarter than them. Only the feeblest of men take jobs in the government. I hope so. Trust Dutch, Mr. Morgan. You have to. They got Micah! Dutch! Officer! What's going on? They got Micah. He's been arrested for murder. He was in Strawberry. It's okay, and... son. Breathe. They nearly lynched me. They got Micah and the sheriffs in Strawberry. And there's talk of hanging them. Here's open. Arthur. What? The fool brought this on himself. You know my feelings about him, Dutch. You think I can't see past his bluster to the heart inside? He is a fine man. No, I ain't saving that fool. I can't go. My face will be all over West Elizabeth. I am asking. He would do it for you. I don't think he would, but fine, all right. Arthur. You okay, Lenny? Yeah. Of course I'm okay. You don't seem okay. You take that kid into town. Valentine, not Strawberry. Get him drunk. And Arthur, no crazy business. I've given that up. And you get Micah out of that jail. Come on, son. I'll get to it, Dutch. Just can't drop everything. Zo te zien heeft ons poppetje er dus totaal geen zin in. Didn't stop for nothing. Yeah, you look like you've been through it. I'm beat. We finally get off that mountain, then this. Micah's got a crazy side off him. And yeah. You're supposed to be scouting ahead for us. I kept asking him what he was doing, but he was... You worry too much, kid. Just some business to attend to, kid. You know how he is. We moeten dus naar een jail, want iemand van ons is gearresteerd of zo, wat ik ervan kan verstaan. Want ik kan het wel verstaan, maar het is heel moeilijk nu uit te leggen, omdat ik het niet echt gevolgd heb. Maar jullie snappen het wel. Couldn't even tell you quite how. Happened like the strike of a match. The law was on us fast too. They was ready to strangle me up there and then. But I got away, just about. You're all right now. We'll take care of it. So you're gonna go get him? I'll come with it, folks. About. We should stick together, Arthur. You trying to kill me? Ik probeer jou helemaal niet te kennen, maar oké. Okay. Jij loopt gewoon in de weg. Je ziet dat er een paard aankomt. Trouwens mensen, Dutch Gaming 2. Ik zal er even een link van in de beschrijving zetten elke keer. Kom, gaat ook weer verder. Daar gaan we allemaal andere leuke dingen op uploaden. Zoals Planet Coaster, City Skylines, Red Dead Redemption Online, GTA, enzovoort, enzovoort. Ik wil dat ook weer gaan proberen. Weet niet of ik dat gevolgen hou qua werk, maar we gaan het zien. Ik wil het in ieder geval weer eens proberen. Mister. En als jullie deze video zien, dan als het goed is, is ook de eerste video op de GME 2 online. Dat wordt de uploadtijden van 2 aan 3 uur. Maar dan moet ik nog even kijken wat er op de banner komt. One or two, right, Arthur? Of course, just a drink. No big drama.
Can we get a couple beers, please? You, I don't want no trouble. You'll get none from me. I was defending myself. Tommy, he's... He'll be fine. Here, have one for yourself. Thank you. Micah seemed to know a lot of people. That was the problem. How you mean? I mean, I done seen a lot of crazy stuff, but Micah... A lot of crazy stuff. Will you shut up? Will you shut up? Be quiet, buddy. Oh, there, dullards! My lord, you men is dull. Hey, leave this fool alone. Leave the fool alone? People been leaving me alone for the last 10 years. I'm bored with being left alone. Hey, buddy, if you don't shut up, I'm gonna rip your head clean off your shoulders. Is that clear? Get out of here! Clear? Clear? Very clear. I'm on my way. Die is zo dronken als maar kan. Oh. Oh, wij straks ook. Zijn we al. That's great, pardon. Lenny, where are you? Hey, Lenny! Lenny? Lenny! Oh, dit is nu echt het GTA dronken effect. Heeft Rockstar nooit veranderd, hè? You know which way my friend went? Don't ask me. See that feller I was with? Yeah, I can't say, I'm afraid. My friend anywhere? I've no idea. Yeah. En hebben ze de deur op slot gedaan. Oh, hij valt dan ook gewoon neer. Misschien is hij gewoon buiten. Iedereen is fucking dronken. Maar hij moet daar binnen zijn. Misschien de barman proberen? De achterdeur staat open. Deze niet. Hij moet daar binnen zitten, maar waar? Ik ga iedereen gewoon rondvragen. Nou, als dat moet. Lijkt me dat jij het gezien hebt. Straks val ik weer dood neer. Hey,
Volgens mij is die jongen na die fight in dit gebouw, volgens mij was dat ook, is die jongen zijn hersenen verloren ofzo. Want volgens mij heb ik hem een beetje hard geraakt. Natuurlijk was dat onze bedoeling ook, maar hij begon ons aan te vallen. Maar... Trouwens, komt een ietje in beeld, daarvoor staat de Red Dead Redemption afspeellijst. Dat ga ik ook even allemaal doen. Waar is die Lenny, joh? Ik snap er niks van, weet je dat? Hé, laat me er eens langs. Opa, dank je. Ik glitch je gewoon even langs. Want het lijkt mij namelijk wel leuk om ook extra video's voor jullie te maken. Natuurlijk ga ik dan als ik vrij ben heel veel video's voor moeten maken. Maar dat maakt mij niet uit. Op de hoop dat jullie het dan wat leuker vinden. Trouwens, hier komen we wel wat verder. Ik wist niet dat dit... Kijk eens. Maar ik kan er niks beloven, maar ik denk dat vandaag sowieso daar wel een video op staat. Maar ja, jullie moeten het maar even bekijken. Oh oh, er is ruzie. Ik heb geen idee, nou hij staat daar. Serieus? Dit meen je niet. Waarom loopt hij ook elke keer naar buiten? Er is toch ook hier een wc? Hier zit hij. There you are, Lenny. How many have you had, pal? Oh. Waar is de echte dan? Nou, dit geloof je toch niet? Found you, Lenny. Do I look like a Lenny to you? Dat is toch erg ernstig? Nou, die vrouwen ga ik niet meer vragen. Dat was alleen maar een grapje. Dit is toch echt een ernstig de... drinkprobleem.
Jezus, dit is toch erg erg. Zijn we nou echt ontsnapt? Dat is de kater. Hoeveel zijn we weggelopen, joh? Moeten we zeker daar ook gaan zoeken of niet? Oh ja, ik heb een bounty, hè. What are you doing? I'm gonna end you. Ja. Waar moeten we nou heen? De map doet het ook niet. Hoezo kan hij ook dronken zo hard rennen, joh? Ik bedoel, van hij is niet meer dronken, daar niet van. Maar waar is hij helemaal heen gelopen? We willen natuurlijk nog een missie doen, anders komen we er nooit vanaf, maar... Oké, eventjes rustig aan doen. Oké, eventjes voor de duidelijkheid. Waar zijn wij? Moet ik wel een paard hebben? Oh, moeten we een paard steden zeker? Ja, wie rijdt er hier nou met een paard in the middle of nowhere? Ik zag trouwens net wel iemand, maar... Die is bezig. Komt wel een trein aan. Misschien dat we daarmee kunnen. Oké, dan komen we hier even snel weg. Oh.
Okay, dus je komt er iemand op. Je moet gewoon een paard hebben. Oké, okay, er komen zo mensen die mij zoeken. Daar komen ze. Kom maar, paardje. Paardje, kom hier. Paardje, doe rustig. Paardje, rustig. Nou, wat als goed is gewoon rustig. Oké. Okay. Maar hij is nu rustig. Oké, okay, waar moeten we nu heen? Ik snap niet waarom de map het niet doet. Oké, okay, dan gaan we hierheen, hè. Lopen we goed, want die map doet het niet. Nee, zie je, dat dacht ik al. Oké, dan moeten we omdraaien. Oké, dan moeten we toch weer daarheen. Zo, dat paard dat wordt mishandeld of zo. Ik snap ook niet waarom dinges het niet doet. Die fucking map het niet doet.
don't make any dumb moves. Easy there. Don't make a mistake here. I'm out of here. Oh, for the love of God! Kut. Ja, de lul. Maar de map doet wel weer. Dat is het goede nieuws. En dan doet hij het weer niet. Oké, even wachten. Even kijken. Waar kunnen we het best nu heen? Oké, naar deze kant. Of het goed is, wordt die map straks wel weer normaal, hoop ik. Daar gaan we. Tja, hoofdstuk 2 moet natuurlijk afgerond worden. Of zit wel aan 3? Ik heb geen idee. Het is zover. Het is mij echt een lange rit. Waar zit hij? Oké, het zal. Whatever do you want? Mr. Thomas Downs? You owe me money. Oh, no, no, I'm
We ain't a charity, Mr. Downs. Really? Threaten me, would you? Please, I have a family, sir. Please. I don't care about your family. Why did it have to come to this, huh? This is not forgiveness of my debt. This is... Please, no. You borrowed money from my business partner, Herr Strauss. You owe him, you took the money. He wants it back, what's not to understand? Where's our money? I don't have it. Sell your place. We already owe more than it's worth. Then sell your wife, or your family, or something. We ain't your idea of charity. Is that clear? Thomas! What are you looking at? Thomas! I said, what you looking at, woman? My husband isn't well. If we could just have more... Like I said, we ain't nobody's idea of charity. Get us the money. Oh jeetje, waar gaan we nou helemaal heen? Oh, we hebben een missie. Dat is hierheen. Come on. It's all good. Calm down. Yep. Oh, dat was een missie voor die man. Get on. Not so good. He's almost dead. And they seem more or less destitute. You were a fool for lending them the money. Well, people who aren't desperate don't seem so interested in my propositions. Of course. Okay, dat hebben we ook gedaan. Nee. Dat wil ik niet. Nou, ik ga de video in ieder geval hier afsluiten. Mensen, ik hoop in ieder geval dat jullie deze video leuk vonden. Vergeet daarvan zeker niet op dat duimpje omhoog te klikken. En dan was te abonneren voor meer natuurlijk. En dan zien we jullie graag later bij de volgende video. Later mensen.